Hallo Big Legion en welkom bij Bioshock Infinite Burial at Sea DLC. Bioshock Infinite is al een poos geleden dat we die game hebben gespeeld. En nou is eindelijk de eerste singleplayer DLC uit. Het heeft even geduurd. Maar het is gelukt. Voor hun, om het eindelijk klaar te krijgen. Als je de serie Bioshock Infinite nog niet hebt gevolgd, staat een link in de beschrijving naar die playlist toe. Closed. En dan gaan we nu even kijken hoe wat allemaal. What do you want? How about we start with a light? En dat is denk ik Elizabeth. Zo heet. Zij wij heten Booker. Booker de Wit. Yep, dat is Elizabeth. Elizabeth. You can call me Elizabeth. What can I do for you? There's a girl who needs to be found. Maybe you've seen her. This girl's dead. You know her. You'll see dozens of her tied down by the docks or the slums in Apollo Square. Orphans. With Fontaine's charity shut. No place for them. But her you know. As I said, girl's dead. Lost. Look, I don't know where you get... Lost isn't dead. Name your rate, I will pay you for this work. You do this one gratis, wouldn't you? Gratis? Something tells gratis is dat. Gratis. Ik kan mee, nee. Oh, nou kunnen we wel mee. Dan gaan we dan. Door de deur. En waar zijn wij in Rapture? Dun, dun, dun. My instincts were correct. Where's Sally? I don't know. But I know someone who does. Follow me. Oké, maar ja, het einde van Bioshock, damn, dat is lang geleden. Bleek dat dit allemaal een soort parallele shit is ofzo. Er zijn heel veel Bookers en de Wits en oeh, een walvis. Een potvis, denk ik eerder trouwens. Maar er zijn heel veel Booker de Wits en heel veel Elizabeths die rare dansjes aan het doen is. What the fuck ben je aan het doen? En uiteindelijk kwam een Rapture. Toen was ik helemaal spastisch aan het doen, dat ik heel blij was. Dat we terug waren in Rapture. En nu zijn we weer in Rapture en nu is alles gewoon normaal. Dus we gaan eens even kijken. What I need from her is my business. Oké. I know where to start looking. Nou, dat is fijn. Something tells me. Oh. God damn fuck game. Dank u. Ga je dan weer een keer shift in racht of zo en dan flipt Steam in overleven. What happened to these children? Oh damn. What are they? Damn, jij bent lelijk. Cabin in Arcadia. Little sisters. Adam Fowler. Ah, de Little Sisters van de dingen. Dit is full Bioshock 1 aan eigenlijk. Want nu is het allemaal nog joli joli leven hier. En natuurlijk in Bioshock. Oh, Bioshock 1 zijn de Splicester en is alles naar de tering hier. Bioshock 2 net zo hard. En dan heb je de Little Sisters. Die zijn echt fucked up creepy. Je moet je bike zo. Oeh, een Big Daddy. What do they even look like under those suits? What do you mean? They're just some kind of machine. Do you, Big Daddy? Wee. What I say, you should have to leave. You're allowed to vote on it. Nou is die daar boven. Ja, Big Daddy's waren altijd al leuk in Bioshock. Little Sister, nee, was het Big Sister of Little Sister? Volgens mij Big Sister ook. Funny. Die waren fucked up. Not knowing about the Little Sisters. Ah, Little Sisters. How long have you been in Rapture? Let's just say I don't get out much. You've got eyes and ears, don't you? Waar hebben Little Sisters naar die kleine meisjes? Little Sisters waren dan naar die kleine meisjes. I learned anything about Rapture. Ja, Little Sisters waren die kleine meisjes. People understood to mind their own business. Where are we headed? The man we need to see is in the Garden of the Muses. Okay. My sources are my own, Mr. Dwight. Deze DLC duurt denk ik ongeveer 2 uurtjes. Zo'n beetje rustig aan doen duurt die 2 uurtjes volgens mij. Dus verwacht niet als te lange video's. Het is gewoon een beetje opvulling ook. Knopje. Press the button! En we hebben natuurlijk plasmids en al die shit. Ik neem aan dat iedereen nog gewoon weet
van Bioshock Infinite. Als je niet weet, dan raad ik je wel aan om die singleplayer serie te kijken. Dan is je alles duidelijk. Ik had hem eigenlijk zelf ook even moeten kijken het einde, maar... Fucking care. Says they found her floating in the docks. You see the body? Look. Did you see the body? Nope. This world values children, not childhood. There's a profit to be made and men who make it. Fontaine's Little Sister's Orphanage. Mr. DeWitt, you all right? I'm fine. Yep. Waar is little was die bird eigenlijk? Songbird. It'll pass. Refreshment, sir. Madam. Hallo. What the fuck? The fuck? Damn! I went through basic with decent nice. Papa, I see this. Papa, that. They can't take a crap without a papal dispensation. I told her. Oh, deed die duurt wel goed, hé. Rapje ziet er mooi uit, Mr. DeWitt. Ja, dat ben ik. We'll find my source inside of that club. Cool. Ah, in die club. What does that lunatic have to do with Sally? Enter Cohen's information. Wat een mooie yes. Ik mis nog collectible shit. Wat is hier te beleven? Oeh. Need to know theater. The Big Daddy. Are you in the know? Nope. The Big Daddy may look imposing, but he's a gentle giant. Do you know all he does for Rapture? Nope, wat doet hij allemaal voor Rapture? These metal jets are the hands that maintain Rapture. Digging the foundation out of the seabed and guiding structural supports into place. Where do these metal mysteries come from? Dat is een goede vraag, hè. Waar komen ze weg? Sorry, chum. That's Orion Industries trade. Oh, ik weet niet meer hoe Big Daddy's gemaakt zijn trouwens. Volgens mij is het wel een pak, want op een gegeven moment word ik een Big Daddy. In Bioshock 2 word je ook een Big Daddy. Ah, maintenance moeten wij een wiel weten. Maar dan weten wij het nummer natuurlijk, ik weet niet van. Oké, we gaan gewoon naar Cohen toe. We gaan gewoon verder met de game, klaar. Ga niet moeilijk doen. Gewoon doorrennen. Oh, wie klopt daar aan de deur? Oh nee, we gaan zo weer. Daar wordt aan de deur geklopt. Had geklopt. Mr. Cohen does not truck with private detectives. Masks of invitation went to artists and craftsmen. I'm with the artist struggle. We're expected. No mask, no entry. Stuffed shirt. These imitation masks he spoke of, they must have gone out to local artisans. Well, I guess we'll have to persuade someone to loan us one. Yeah, end of that. Rapture is business. Says it's sponsored by the artist struggle, the Golden Rule, and Rapture Records. I guess those stores would be as good a place to start as any. Yeah. Obtain a mask from a local shop owner. It looks like it's a free local stores and might have it received. You can choose your current objective either to press Q to access it. O of D. Was that Q? Nee, O. O is that. Search your golden rule. Search Rapture Records. Okay. Prima. Waar is the golden rule? Bring you to Rapture. A man. Really? You don't strike me as the romantic type. Wasn't that kind of man. Then what? There's a debt that needs repaying. I've known my share of Shylocks. You're no Shylock. Invitations to Cohen shows are highly coveted. Nobody's gonna just hand us one. Oh, nee, daar wil je achter komen. Figure out a way to distract the store owner while I take a look around. You just find the mask. Leave the distractions to me. Okay. We gaan Detective Black spelen. Wat een lelijk... Wat een kunst, hé. Wacht. Wonderful to see you. Damn, met welk bloempot model bij jagen dingen staan, jongen? Excuse me. Lady has some questions for you. Yes, of course. Damn, jongen, je hebt toch een bloempotkapsel. Interesting, isn't it? Original Sander Cohen. He calls it miasma. I'm sorry, but I know precious little about art. How does it make you feel? Cohen sends those masks out in some kind of box. Fear of what foolishness might tumble out. Die box. Damn. Must be somewhere else. In the class. So much to understand. You've given me so much to think about. I feel a trifle swoony.
Would you mind if I return tomorrow for further education? I shall be here at your service. Until tomorrow. Huh? What the fuck? Zij stond aan! Hij zit hier te praten. What the fuck, Kim? Ah, hij heeft geen masker. Any luck? Nothing. Nope. Let's find another shop. Een andere winkel. Oké, okay, dat is geen goede winkel voor ons dan. Oké, okay, aan de andere kant, wat een takken herrie muziek. Ja, met je bakjes aan. Ah, de volgende winkel. Oeh, wat een mooie record player. Wat een kut muziek alweer. Dish I walked in with. Will you give her the star treatment, pal? And I'll make it worth your while. Of course, right away. Ja, open de grote al uit me van je. Dag. Dank u. Covered by Mr. Wright. Gotta find that box. Nothing. Well, only one place left. Waarom kan ik hier op de viool spelen? Even van nut. Go. Even one more note shall prove my undoing. Juist. Daar. Volgende winkel. Nothing? No. Nope. Got one place left though. And if that proves to be fruitless? We'll cross that bridge when we get to it. Inderdaad. Hallo mevrouw. Buongiorno signore. Buongiorno Mario. Say hello to my little friend, you be here. Ook leeg. Wat een lege ben is het hier. Hebben we een audiolog? Het zijn er 17 blijkbaar. Kunnen wij hier naar buiten? What the fuck? Hier is niet eens wat ervan. Nee. Hier hebben we niet eens wat te zoeken. Weg hier. Waar de fuck is die laatste store? Why are you wasting your time with that? The Golden Rule. Dat was die volgens mij. Naar beneden. Woohoo! It's temporary. Ah, hier moet het dan zijn. Hey pal, you want to help out the little lady? Wat heb jij een mooie snor, meneer? I'm interested in this piece. Excellent. You've an eye, haven't you, miss? It's a natural. Ja, nee, zij ziet met haar neus. Nou goed, damn. Dag. Really? Where is he hiding that box? That's a lot of fine talk about a stolen ring. There you are, you little son. Right out of her coffin in 20. Ooh, money, money, money. The assurances of a grave robber are of no interest to me. If you hand the ring back, the matter will remain between you and me. Come into my shop and talk this trash. I don't think so. Hit the bricks, you tramp, or I'll see to it they hit you. Get your hands off me! Hey, ooh, nice! Might be best if we were gone when he wakes up. Good. Missing well, yeah. Located the mask. Third time to charm. Alright, it's best we head back to Cohen's. Ja, ik ben eerst even die jongen in teabaggen, omdat de fiche gewoon fout. Hij moet niet zo tegen vrouwen praten. Ik ben blij dat ik zijn geld heb gehad. You've got a bit of the grifter in you. For that you can thank my father. Oh yeah. He was a man comfortable in a variety of roles. Mijn vader was, weet ik niet meer wie dat was. Fontaine? Was dat nou Booker de Wit? Ik weet het niet meer. Ik weet het fucking einde van die hele fucking game niet meer. Enter the club. Met ons konijnenmasker af. Konijntje. Amram. Het geluid van de konijn. Oké. Met totaal dezelfde kleren aan. Maar nee, een ander masker. En nee, we zijn opeens helemaal anders. Oeh, damn, wat is dit voor witheid dan? Some sort of underworld figure? Worse. He's an artist. An artist who kidnaps children. Cohen's muse is a bit more diverse. I've seen this type. Gets an idea in his head and a conversation.
Don't matter who gets hurt. The fuck is dit, jongen? Damn! Huh? Konijntje! Oh, konijntje! Oh, we moeten daar eigenlijk doorlopen. Oh, fuck. Creepy shit. Big ass konijntje. Huh? Konijntjes! Oh! Nee, kom hier, konijntje. Konijntje, kom hier. Konijntje! Kom! Lief zijn! What the fuck is dit allemaal? Damn, creepy time. Ah, zo lief konijntje. Zo schattig. Maar oké, we gaan naar beneden. Dat is toch damn wat lelijk. Creepy dude. What the fuck is dit? Konijntje, nou zo zo'n bad. Ah, oh damn! Konijntje voor je oren. Creepy konijntje. Jij bent een creepy konijntje. Oké. Daar gaat de maan en de zon, die zijn eigenlijk zo getint. Jij bent ook creepy. Wat wil je doen nu in zijn bakken slaan? Dank u. Who are you? Name's DeWitt. Is that right? Damn, hij heeft ook van die creepy grote ogen. This one's a real biscuit. Isn't he a biscuit, lady? Yep. Just ask you a few questions. Questions? Yes. Yes. It is the work of man to ask. It is the work of the artist to answer. Ik vertrouw die dude, dat is geen zak. Haven't you? We artists see more than most. You are more than you claim to be, little soul. Hey, people. Watch this one, DeWitt. She'll take you where you don't want to go. But I know the child in that. Ja, maar Elizabeth, die kan time travel en tieren en... Je kunt het allemaal weer. Het is serieus, ik vind het echt slecht trouwens dat nu pas de eerste deel 2 uit is gekomen. Als je nagaat dat begin dit jaar, in februari of zo, of maart, is deze game uitgekomen. En nu pas de eerste story deel 2. Damn, jongen, ben die story al lang vergeten. I see something in you too. Art strips away artifice. Waar moeten nou dansen in die shit daar, zodat hij weet ik veel wat kan doen? Maar ik weet niet meer, als nou Elizabeth zijn dochter was of niet? What? Volgens mij wel, want ik weet het niet meer. Come, come, dance. Want Elizabeth, haar vader, ik weet het niet meer. What greater price he might care to extract. Ik hoef toch geen quicktime events te doen, wel. What do you think Cohen's customers do with the children? Do they? Sometimes. But those types lack the capital of people like Ryan and Sucho. Ryan is Ryan, ding van die refshift gebouwd, volgens mij. But if Sucho had Sally, I'd know it. How? As I tied him to a chair and asked him. So? For 15 hours. I don't know what to make of you, Mr. DeWitt. Ja, dat weet ik ook niet. 999! We're not gonna keep... Fitzpatrick! Kom. Zaterdag vertrouwde Peepo de Clown niet. I see suffering in you. Ja, en ik zie een Peepo de Clown in jou. Nou, dan hebben we een probleem, hè. Damn, jongen. Creepy artist, dude. Die duurt me dood. Met een zak met brood. Aha, man, voor become a butterfly en people the clown gaat dood. Arrived at Fontaine Station. Down in the briny. Oké. Okay. True to his word. Cohen kan ik niet lezen, want mijn SSD is te snel.
Hij komt er zo op neer. Het laden was te snel. Ik kan het niet lezen. Sorry. Ja. Ja. Hallo, Elizabeth. Hoe damn, wat heb jij op je bakken staan? I'm fine. You were dreaming. You kept saying your daughter's name, Sally. She's not my daughter. I thought... Pain and beauty. To an artist... Damn, haar kleren zijn ook echt geschud. Cohen? Dit is trouwens episode 1 van Burial Sea, dus er komt nog een episode 2. Ze gaan de Walking Dead-achtig nadoen, heb ik het idee. En wanneer season 2 komt, dan komt waarschijnlijk weer 600 jaar later na deze. Hoe dan? We zitten Ryan Industries te bekijken. Qualities! Vieze gore of alle qualities, meteen in Engeland. Ik vind het wel vet dat we in Rapture zitten op zich. We hadden natuurlijk de Sky dingen en nu zitten we terug in Rapture, dat is wel nice. Maar had ik me nog goed herinneren, hè? Maar dat is lang geleden. Oeh, een hi. Was het iets van look, dat Elizabeth de parallele universe shit en ik weet het prison now. Why would Cohen have sent Sally there? I don't know. Everyone has needs. I merely provide a service for those who have the means to pay. You'll find. Wacht, de Sally. Ook dat meisje. Je had ook het einde van Bioshock 1 volgens mij, of Bioshock 2. Enough. Fontaine had amassed something near an arm. Oeh, what the fuck is dat? Now they're down there. Aan het einde volgens mij van Bioshock 2. Dan krijg je een video van een meisje wat met een speelgoed, Little Sister van Little Big Daddy, uit de zee komt lopen. Zou dat dat meisje kunnen zijn? Ik noem ook wat hoor, hey, ik ben maar gewoon met een brainstormer. Ik noem ook wat. In perpetuity, we're all buried at sea. We're all buried at sea. Hahaha, daar komt de titel terug. Oh damn. Zit hier splicers? Oeh, we hebben een gun. Yay, we hebben een gun. Ja, dat stinkt hier wel. Ik denk dat hier splicers zitten dan. Don't get too comfortable. Keep your eyes open. Een krapje. Seem to be some supplies this way, Mr. DeWitt. It's Booker. What? Just call me Booker. If it's all the same to you. Let's leave it at Mr. DeWitt. Nee. Oh fuck, dan nou weer. 27? Sowieso dat die splicers zijn. Kan heel eens. T. Wat P-genotering. Wat mana. Welke dingen hebben we allemaal? Wat possession en Devil's Kiss. Die shit gaat leven, let op. Ah, van mij. Hallo mevrouw. Oh ja, leeft niet eens. Wee! Die kinderen zitten mooi tv te kijken. Press left mouse. Ja, daar was ik al achter, game. Dat kunnen we nog niet burnen. Dat moeten we later unlocken, dat waarschijnlijk. Closed, council. Let's have another look around. Perhaps we'll be able to find something to get us up and over. Misschien wel. De air grabber, sowieso. Maar wij gaan deze air grabber in de volgende part pas pakken. Dus dan zie ik je weer. Ik hoop dat je het leuk vindt. Zo even de DLC van Bioshock Infinite. Bioshock Infinite vond iedereen al wel super vet altijd. Dus qua dat is het wel goed volgens mij. En we moeten toch een beetje opvulling hebben. En video's en games. Want zo heel, heel lomp is het niet meer. Het eind van het jaar. Helaas. Maar ik hoop dat je het leuk vond. Als je het leuk vond, natuurlijk geef even gewoon een duimpje. Deel het met je vrienden en zet het met je favorieten. En dan zie ik je weer in de volgende video. Laters.